Allereerst heb je een hele leuke groep jongens nodig. En het zijn de volgende jongens geworden. Thomas, Tieme, Jesse, Kieper Wesley, Raymond, Arjan, Jerk, Danilo, Sven, Anouk, Finn, Mats, Edith en Ferry. Trainer, coach, leider, medische staf ben ik zelf. En samen vormt dit de JO15-1. Helaas zijn Mats en Danilo in de winterstop beide verhuisd. Daarvoor zijn Kjell en Wessel bij de top 10 gekomen. Ze kwamen over vanuit de C2. En Sinéasma kwam weer terug na een half jaartje op avontuur bij Frisia. Voor de bekerwedstrijden kregen we een bijzonder zware loting. We moesten het opnemen tegen Leopardia C1, Broekstervoren C1 en Bikwik Dokkum C1. Over uitslagen zullen we het niet hebben. En dan begint de competitie. Deze wordt goed begonnen door Stanne Proffie met een gelijkspeltrivoren, winst op VNV en winst op Drone Rijp. De stand ziet er dan als volgt uit. Helaas weten we de tweede plek niet vast te houden. We verliezen van Leeuwarden Zwaluwen thuis 5-0 kansloos en gaan daarna onderuit tegen Frisia, waar Siljensma op dat moment dan nog voetbalt. Vervolgens wordt Pelikum onderschat en weten we ook niet te winnen van Blauw-Wit en Varga. En er lijkt nog een nederlaag aan te komen als Stande 3-1 achter staat 10 minuten voor tijd. Maar dankzij goals van aanvoerder Jesse en spits Raymond komt het op 3-3 en krijgt Stande in de laatste minuut een strafschop. Deze wordt feilloos binnengeschoten door Finn Ekerk en dit betekent eindelijk weer eens 3 punten. De laatste wedstrijd voor de winterstop wordt een kansloze 7-0 verlies tegen koploper FVC die de eerste seizoen zelf alles heeft gewonnen met ruime cijfers. Uiteindelijk worden we 8e en komen we in de degradatiecompetitie, zal ik het maar even noemen. Dat betekent dus dat onze tegenstanders na de winterstop van een meer gelijkwaardig niveau moeten zijn. Maar goed, we gaan nu eerst de winterstop in, waarin we het KVB kersttoernooi hebben gespeeld, het Milkboarding toernooi en natuurlijk nog de gewone zaalcompetitie. De doelstellingen voor het zaalvoetbal zijn bij het KVB kersttoernooi de eerste ronde door en dan de tweede ronde zoveel mogelijk proberen te winnen natuurlijk. Het Milkboarding toernooi zoveel mogelijk plezier hebben, dat is puur voor de fun. En in de competitie hebben we met 2 teams geschreven en willen we eerst en tweede worden. De eerste ronde doorgaan bij het KVB kersttoernooi, dat is gelukt. De tweede ronde vlogen we eruit. Helaas, we hebben wel een paar prima potjes gespeeld tegen goede tegenstanders. Op het Milkboarding toernooi hebben beide teams zeker een heleboel lol gehad. Helaas hebben we niet zoveel wedstrijden gewonnen, maar we hebben wel een heleboel lol gehad en daar ging het om. Dus ook die doelstelling is gehaald. De doelstelling die we niet hebben behaald is eerst te worden in de competitie met een van onze beide teams. Dus dat is jammer. Om ervoor te zorgen dat de competitie weer goed wordt begonnen na de winterstop, heeft de trainer gezorgd voor een heuse teamdag. De hele dag door lekker veel voetbalgerelateerde activiteiten doen. En op het eind van de dag had ik nog een verrassing voor de jongens. We gingen namelijk de paintballen. En hoe reageer je daarop, Mats en Ide? Oh. Ik zei het, broer! Voor ze het weten zit ze al bij het paintballen in Leeuwarden en hebben ze het pak aan, klaar om te schieten. Klein dingetje wat ik wel persoonlijk leuk vond is dat de jongens gewoon een klein geweer hebben en dat ik en de ouders die mee waren te rijden een lekker groot geweer hadden. En ja, die balletjes kwamen ook harder aan. En dan gaan we eindelijk weer naar buiten. De competitie staat weer op het punt van beginnen. En we geven ons de doelstelling om bij de boze 3 te eindigen. In deze competitie met 13 tegenstanders is dat een lastige opgave. Maar wij denken dat dat mogelijk is. Er zitten een aantal teams bij waarin we de eerste seizoen ook al tegen hebben gespeeld. Dus wij achten onze kansen best goed. En geven ons dus de doelstelling om bij de boze 3 te eindigen. We beginnen met een overwinning op VV Drachten thuis. Dus de eerste stap is in de goede richting gezet.
Vervolgens spelen we een hele lastige uitwedstrijd tegen Hoenderp, die heel stroef verloopt en moeizaam gaat. Maar dankzij twee goals van Mats in de tweede helft weten we deze wedstrijd met 3-2 te winnen. Vervolgens weten we de strijd aan de koppositie helaas net niet te winnen tegen GFC. Na een aantal pogingen die op het paal en op het lat belanden, lijkt de 1-0 van GFC goed genoeg tegen ons omdat we niet weten te scoren en leiden we ons eerste puntenverlies. Daarna hebben we een vrij weekend. Hierin wordt een oefenwedstrijd tegen Dynamo gepland. Deze wedstrijd is tevens gefilmd en hiervan is een samenvatting gemaakt en deze heb ik ook op mijn YouTube geplaatst. Die zou je ook kunnen bekijken. Ik zet een linkje naar deze samenvatting in de beschrijving van deze video. En dan is Dronrijp weer de tegenstander. De eerste seizoenshelft hebben we 5-0 van hun gewonnen en in de zaal hebben ze ons het leven zuur gemaakt door in de competitie te winnen van ons en de eerste plek te pakken en ons uit te schakelen in het eigenlijk kersttoernooi. Op het veld zijn we ze weer de baas en weten we in de eerste helft al 4-0 voorsprong te bemachtigen. In de rust krijgen de jongens dan ook het advies van mij mee om gewoon het eerste volgende kwartier gewoon goed door te komen en geen tegenwoordig te krijgen, zodat zij helemaal niet meer in een goed resultaat gaan geloven. En ja hoor, 10 minuten later in de tweede helft staat het 4-2. Maar gelukkig weet de wedstrijd alsnog te winnen met 5-2. De volgende wedstrijd is precies hetzelfde verhaal. Tegenstander is OMBO 15-2. We staan in de eerste helft alweer 5-0 voor en krijgen dezelfde opdrachten weer mee als de Illinois. En ja hoor, 15 minuten later in de tweede helft staat het 5-3 en wordt het nog billenknijpen. Ook in dit geval wordt het gelukkig niet meer dan dat en winnen we uiteindelijk dan met 7-3. En de stand na 5 wedstrijden ziet er dan als volgt uit. En dan nemen we het op tegen directe concurrent Drachten Boys JO 15-2. Een pittig potje was dit, wat leek een 0-0 te worden, maar 10 minuten voor tijd werd Raymond uit een corner raak te koppen. Hij kopte hem echt vloeiend binnen, echt snoeihard tegen de touw die bal. En komen we hier nog voor. Drachten begint nog aan te vallen en er ontstaan ruimtes voor ons. Uiteindelijk wordt het nog 3-0. Ook VV de Zweeg en Blauw-Wit JO 15-2 worden opgerold. Overigens stonden we 4-0 voor in beide wedstrijden. En kregen de jongens van mij in de rust het advies mee dat ze ook tegen de Norrijd en OMB meekrijgen. Niet een tegenwoord krijgen, zodat zij er niet meer in gaan gelopen. Ik raden wat er gebeurde. Ja fijn, ondanks die tegengoals hebben we gewonnen en ziet de stand er nu als volgt uit. Waarbij wij de eerste plek hebben veroverd en het kampioenschap volledig in eigen handen hebben met nog 4 wedstrijden te spelen. De eerste van de 4 wedstrijden wordt gewonnen, we spelen namelijk 4-1 tegen Hardegrijp. Maar helaas wordt de druk ons dan te veel. De donderdag na het kermisweekend gaan we thuis onderuit tegen Tribhorn, 3-2. Mentaal hebben we het dan zwaar, want we weten dat we het kampioenschap hebben verspeeld. 2 dagen later moeten we alweer aantreden tegen Bellicum. Maar we hebben de klap van Trivoren nog niet kunnen verwerken en er staat een slap en ongemotiveerd team te voetballen. 3-2 verlies bij Bellicum betekent dat. Dan zullen we de laatste week nog alles op alles moeten zetten om in elk geval een plekje bij de top 3 te bemachtigen, onze doelstelling. Bij verlies worden we vierde en bij winst worden we tweede. Een wedstrijd tegen directe concurrent Grote Gast wordt een waar sprookje. Want met nog 3 minuten te spelen en een 1-0 achterstand lijkt het gedaan voor ons. Maar door keihard te knokken tot het bittere einde weten we nog 2 miraculeuze goals te maken. Echt wonderbaarlijk. En behalen onze tweede plek in de competitie. Iets waar we trots op mogen zijn hoor jongens. Alleen de volgende keer worden we eerste hoor. Wat ons dan nog rest is het spelen van 2 leuke toernooitjes. De eerste is het Broekstewaarde toernooi. We komen in een pool met Broekstewaarde, Buitenpost, VV Drachten en Veerstaars. Waarbij Buitenpost, Veenstaars en Broekstewaarde hoofdklasse vervallen. De eerste wedstrijd tegen VV Drachten, deze winnen we met 1-0. De tweede wedstrijd verliezen we helaas 1-0 tegen Buitenpost. En de derde wedstrijd winnen we 2-0 tegen Broekstewaarde. Wat? 2-0 winnen? Onze tweede bekerwedstrijd tegen hun verloren we nog 11-0. Dus daar is even flink wat zelfvertrouwen bij getankt. En dat kon je zien, want de laatste wedstrijd weten we ook knap te winnen. En daardoor worden we eerst op dit toernooi. Daarnaast kon het team dat de meeste ballen in een auto kon schieten binnen 3 minuten ook nog een oranje koek winnen. Wij scoorden 15 punten en werden daarmee ook nog eerste. Dus we wonnen de beker en de oranje koek, dubbel feest. Het andere toernooi was het Groot Nationaal Jeugdtoernooi georganiseerd bij SC Oudewater. Het toernooi was in principe gewoon allemaal teams uit iedere provincie komen bijeen. Die allemaal eerste klas voetballen en gaan we gewoon een toernooi spelen. Kijken welke provincie de beste eerste klas heeft. Wij zijn daarin tweede geworden, best knap resultaat en zo zag onze warming-up er weer uit, best wel grappig. En we hebben ons zeker vermaakt die dag.
Op het terugreis zijn we langs de McDonald's nog even gegaan. Hebben we nog even €90 gevreten met z'n allen. En nog even terugkijken op het seizoen. Hebben we natuurlijk een fantastisch, gezellig, leuk seizoen gehad. En dat kun je wel zien in alle foto's in dit filmpje. Super veel leuke momenten met deze jongens beleefd. Helaas nog niet eerst geworden in de competitie. Anders had het feest alleen nog maar completer geweest. Maar nogmaals, dit is zeker een geslaagd seizoen. En ik kijk hier met liefde terug. Anders had ik dit filmpje natuurlijk ook niet gemaakt.